Wat ga je tegen de koningin zeggen morgen? Zeg jij, ik ben hier de koningin. Nee. Onze sporters hebben keihard gepresteerd op de Olympische Spelen. Wij vliegen mee terug naar Nederland en stellen al onze prangende vragen. Welkom bij Oranje Boven. Good morning, this is your captain speaking met vandaag een karrevracht aan medailles. Wat dacht u van Noeska Fontijn, Harry Lafrijze en Sivan Hassan? Ik heb er zin in, fasten your seatbelts. Zo, mevrouw Fontijn. Yes. Hoe is het weer? Goed. Ja? 33 dagen in Japan geweest en wel klaar om naar huis te gaan. Dus. Nou, wat moet ik eigenlijk zeggen nu? Koning Harry? Dat mag, mag. Nee, gewoon Harry. Gewoon Harry, ja. Zo, Sivan, hoe is het met je? Nou ja, gaat goed. Ben je moe? Ja, ik ben moe. Zo hard had je toch niet gelopen? heb je eigenlijk de wedstrijd al teruggekeken? Nee. Of dat ooit gaat gebeuren, dat kan ik niet eens beloven, maar ik denk het wel. Ja, er zit natuurlijk een soort frustratie in over wat er gebeurd is. Ja. En Price is natuurlijk een oude bekende van je. Ja. Wat nou als jij haar s'nachts, die Price, in een steeg tegenkomt? Eet die dan de komende maand alleen nog maar kaas van duur of niet? Nee, zo is het eigenlijk helemaal niet. Ja, natuurlijk. Vorig jaar, in 2019 natuurlijk, met die WK-finale die ik verloor. Toen dacht ik, jou hoef ik echt helemaal nooit meer te zien. Een paar toernooien verder heb je toch een soort respect voor elkaar. Het besef kwam eigenlijk gisteren pas een beetje. Ik leefde heel erg van dag tot dag en ja, ik had meerdere onderdelen. Dus ja, dan wonnen we de teamsprint, maar ik wilde weer door naar de dag erna. Ja, bijna die emoties weggestopt. En ik weet heel goed nog gisteren na de ceremonie, zeg maar, had ik even een moment van besef en ik ben eigenlijk nooit emotioneel, maar toen kwam er toch even een traantje. Oh ja? Kwamen de waterlanders? Ja, ja. Jij kwam natuurlijk wel voor goud. Stel je voor dat mis was gegaan in de finale en je had zilver gehaald. Ja. Was zilver dan niet nog veel pijnlijker geweest dan brons wat je nu hebt gehaald? Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht natuurlijk. Ik heb best wel vaak een finale gehad die niet de goede kant op viel. En gek genoeg heb ik heel weinig brons gehad in mijn carrière en nu wel. Ik heb hem gisteren aangepakt en hij shine toch ook wel mooi. Er is een hiphopper, rapper, Styx, die heeft een ode voor jou geschreven. En die wil ik je graag even laten horen. Sivan Hassan, je vlamt op elke afstand. Je valt, staat op en ziet dat je er nog langs kan. Al heb je een blessure aan je been, opgeven zit niet in je systeem. 1,5, 5 of 10, niemand die jou bij of tegenhoudt. Als je de beste bent, krijg je wat je verdient. En dat is 1 keer brons, 2 keer goud. Maar het allermooiste is hoe je inspireert. Je kunt altijd meer dan je denkt, heb je ons geleerd. Jij bent de grootste Sivan, dus namens ons allen bedankt. Wow, dat is mooi. Wat ga je nou doen als je thuis bent? Ga je gelijk door naar Brabant? Nee, het is druk allemaal. Ja? Volgens mij worden we daar gehuldigd op Schiphol al. Ja. En dan vanavond naar Ubertetan. En ja, dan blijf ik zo slapen in Scheveningen. En dan morgen naar Den Haag, naar de koning. Wat ga je tegen de koningin zeggen morgen? Zeg jij, ik ben hier de koningin. Nee. Ik ben hier de koningin. Ik kan me wel voorstellen dat het ook weer fijn is omdat je zo lang in Tokio hebt gezeten. Ja. Om weer naar huis te gaan. Heerlijk. Om weer wat mensen te zien. Maar er is al één iemand die je graag iets aan je wil vertellen. Oh, lieve Noeska. Je bent op weg naar huis en ik ben zo blij dat ik je dadelijk weer ga zien. Je hebt een mooie medaille gehaald. En dat is niet de eerste, maar de tweede. Dus wat prachtige sportprestaties heb je geleverd. Ik heb je ontzettend gemist en ik hoop dat je dadelijk weer een nieuwe toekomst begint en dat er heel veel plezier en heel veel mooie dingen voor je in het verschiet liggen. Dag lieve meid, ik ben blij dat ik je weer dadelijk zie. Dikke kus, love you, bye bye. Ja, mooie woorden, maar dat wordt weer heel gezellig thuis. Ben je bang eigenlijk voor een, je hoort het heel vaak, zwart gat? Nee, een groot zwart gat waar je in kan flikkeren. Nee, je kijkt er een beetje naar uit. Heerlijk. Ja, gewoon lekker normaal. Je zit niet meer vast aan een trainingsschema en al moet ik eventjes bij de Albert Heijn achter de kassa gaan werken, nou, misschien is dat ook hartstikke mooi. Dus. Ken jij Styx? En die heeft een ode voor jou gemaakt. Ode aan een geoliede machine. Iedereen heeft pech zodra de bullettrain vertrekt. Die trein rijdt veel te snel. Jullie verdelen onderling het brons, goud en zilver wel.
Ongeslagen status de laatste drie WK's. Een medaillefabriek, concurrentie helaas. Maar altijd was er nog die Olympische droom. You did it, eindelijk die Britten ontroond. Nu is er niemand die harder kan rijden dan Matthijs Boegli, Roy van der Berg, Jeffrey Hoogland en Harry Lefrijzen. De mannen, dat zijn ze. Ik krijg er gewoon kippenvel van als ik dat hoor en zie. Ja, dat is mooi. Wat heb je nou het meest gemist in de afgelopen weken? Lekker eten, denk ik. Dat dacht ik wel. We hebben wel even wat bitterballen en zo. Oeh, dat klinkt ook heel goed. Heb je er zin in? Ja, dat is ik wel. Dankjewel. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Kijk er even goed naar. Jij mag dit hele bordje hebben als ik van jou één van jouw gouden medailles mag. Ja, daar gaan we niet van. Eet smakelijk en dankjewel en ja, van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat je lekker een beetje uit kan rusten. Ja, dankjewel. En dat je kunt genieten als koning Harry. Dat ga ik zeker doen. Ik ga ervan genieten. Dankjewel. Dit was de laatste Olympische aflevering. Binnenkort komen we terug met de Paralympische Spelen. Met Oranje boven.